Mijn geheim verberg ik in een handpalm. Goed bewaren en wees er zuinig op. Drukte ik haar nog zo op het hart. Zal ik doen, lief? Antwoordde ze. Ze opende haar hand en blies mij een kus. Ik ben Tariq Fadili, 19 jaar. En ik schrijf al sinds mijn 14e gedichten en korte verhalen. Hoe ben je begonnen met schrijven? Ja, op de een of andere dag. Ik ben begonnen met het schrijven van rapteksten. En op een gegeven moment vond ik er niet meer zoveel aan. En ben toen overgestapt op gedichten. Dat bleek veel interessanter te zijn. Oh, oké. En waar haal je meestal je inspiratie vandaan? Van het verleden of dingen om je heen? Of televisie of wat dergelijks? Allerlei soorten dingen. Verleden, dingen om me heen. Maar meestal zijn het kleine dingetjes die ik dan in een gedicht heel groot probeer uit te lichten. En daar een gedicht of iets over te schrijven. Oh, en hoe voel je je als je schrijft? Tijdens bijvoorbeeld een poëzie maken of een gedicht. Hoe voel je je? Ja, ik heel gelukkig. Ja. Wanneer je niet schrijft, dan maak je ben je constant aan het denken over andere dingen waar je op dat moment mee bezig gaat. Maar tijdens het schrijven, dan vergeet je even de wereld om je heen. En dan gaat het echt om het schrijven zelf, om de kunstvorm zelf. En dat vind ik interessant. Wat wil je met het schrijven bereiken? Ik hoop ooit schrijver te worden en boeken en bundels uit te geven. Maar daar zou ik wel meer bagage voor moeten hebben. Dus ik zou als eerst heel veel willen leren over dit. En natuurlijk ook veel schrijven. En dan hoop ik later een boek uit te geven. En het schrijven, zit het in de familie? Of? Ja, een neef van mijn moeder is een beroemde schrijver in Frankrijk. Dus ja, maar ja, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Hoe heet hij? Misschien kennen we hem of de kijkers. Tahar Benjeloun. Mijn grote held is Najib Mahfouz. Hij is een Nobelprijswinnaar van 1988. En daarnaast ook Nabokov, is een Rus. Hij schreef een heel beroemd boek, Lolita. Het was in de tijd dat... Het is een heel provocerend onderwerp. Juist in de tijd toen het was verschenen, jaren 50. En het gaat eigenlijk over een man van 40 die verliefd wordt op een meisje van 16. Maar juist in die tijd, dat kon het niet. Maar de manier hoe hij het beschrijft, hij provoceert, maar het is allemaal bedekt. En dat vind ik juist mooi aan literatuur. Dat je dingen kan bedekken en mooier brengen dan het is. Ik herinner mij nog onze fysieke inspanningen. Waarbij Apollonia, mijn gedrevenheid, met vochtige overvloed beantwoordde. En ik werd beloond met echo's en rillingen die voortkwamen uit het puntje van mijn teen. Haar gezicht blaakte, ze was zichtbaar voldaan. En heel even dacht ik een vrede blik in haar ogen te zien. Ik slaak een diepe zucht. Apollonia. Een andere keer lagen we uitgeput op bed na te hijgen. De gordijnen bewogen wat, waardoor zich een spleet ontwikkelde en het daglicht doorscheen op het gezicht van Apollonia. Daar lag ze dan, blozend voor zich uit te staren, gestreeld door de middagzon. Oh, wat was zij toch zo lichtzinnig, zo opgewekt, zo'n levensmiddelpunt. Ze lag er onbezorgd, zelfs vrolijk gestemd bij. Haar haardos viel verward over haar gezicht heen. Apollonia, ongehinderd als altijd. Haar roze lippen omklemmen fijn, smeuïg geen sigaret. Ze nam nog zijn diepe haal. Je bent van Marokkaanse afkomst en heeft dat invloed op je werk? Ja, ik probeer wel die invloeden van Marokko een beetje in mijn werk te stoppen. Niet bij alles, ik probeer zoveel mogelijk te variëren. Maar ik probeer wel die Arabische invloeden in mijn werk te hanteren. En waar kan ik je werk lezen? Mijn gedichten en mijn korte verhalen die vind je niet op internet. Maar wat je wel op internet vindt is een website. Ik dump daar allerlei artikelen, columns, reportages, van alles en nog wat op. Dus ja, als je veel meer zou willen lezen van mij, dan kan je op www.tarikfadili.nl. Oké, mensen, jullie hebben het gehoord, dus bezoek zijn site www.tarikfadili.nl. Ik graaf een kuil en zijn stuk brood, mijn laatste offer aan jou. Ik vertrek, een diepe smart, maar voor ik vertrek, omhels ik je met de kracht van een bouwwerk dat op instorten staat. Ik neem jou mee en hang je aan de muur, mijn aandenken aan jou, in de gedaante van een stuk aardwerk.
Ik schrijf je brieven, ongeopend laat je ze liggen. Op jouw schoot oogst ik herinneringen. Met mijn gezicht tegen jouw boezem aangedrukt val ik in slaap. Dit ontbrandt in mijn herinnering aan jou, moeder van mijn volk. Jouw taal is mijn oorsprong. Tussen jouw nauwe steegjes en bebouwde akkers door glimlach je. En ik stamelde bij afscheid.